Per 1 januari 2018 mag de overheid op grote schaal legaal informatie hacken en tappen. Dit wordt het sleepnet genoemd. Dit kan en mag niet gebeuren. Het sleepnet vormt een gevaar voor onze veiligheid. Een Big Brother samenleving? Dat willen we niet. Met een referendum kunnen we het dreigingsslepen van het net stoppen. Maar is deze sleepnet niet noodzakelijk tegen terrorisme? Het zorgt toch voor meer veiligheid? Het lijkt gemakkelijk deze vragen met ja te beantwoorden. Maar of dat wel zo makkelijk kan, staat allesbehalve vast. Het gebruik van een sleepnet is niet de juiste manier om terrorisme te bestrijden. Er is geen tekort aan informatie. Integendeel, kijk naar de aanslag en explosies op het vliegveld van Brussel. Die schietpartijen in Parijs. De daders waren al bekend, maar door de overvloed aan bestaande informatie kon daar niet op gereageerd worden. Ook in Londen belemmerde deze bulkdata de Britse geheime diensten, wat tijdig ingrijpen onmogelijk maakte. Zoals oud-directeur van NSA, het Bureau Nationale Veiligheid van Amerika, Bill Binney al zei, bulk data kills people. Massale informatie voegt enkel hooi toe aan de hooiberg waarin wordt geprobeerd een spel te vinden. Onze waarde wordt niet goed gewaarborgd. De overheid mag ongelimiteerd rondneuzen. De sleepwet geeft de overheid toegang tot volledige informatie van de belastingdienst, scholen en ziekenhuizen. Als je dacht dat je smartphone en computer veilig waren voor de neus van de overheid, heb je het mis. Door persoonlijke devices te hacken kunnen ze jouw intieme informatie doorzoeken. Zo worden onze rechten op privacy niet gewaarborgd. Deze gegevens kunnen bij de ziekteverzekering belanden. Stel je hebt een hoge kans op een bepaalde ziekte of een erfelijke ziekte, bijvoorbeeld diabetes of longkanker, dan kunnen ze jouw ziektepremie in de toekomst verhogen, waardoor je meer moet betalen. De banken en de bedrijven zijn ook niet veilig. Zij mogen ook gehackt worden door de overheid. Het veilig online zaken doen is niet gegarandeerd, nu de overheid bij deze gegevens kan. Gehackte gegevens mag de overheid delen met het buitenland, vaak zonder die te bekijken of te scannen, zonder afspraken. Zo valt belangrijke informatie in de verkeerde handen. Trump zou op basis van deze gegevens jouw geloofsovertuiging ontdekken en zou alle moslims daardoor kunnen buitensluiten. In het NRC, de Raad van State en de Raad van de Rechtspraak melden dat er slecht toezicht is op deze wet, wat als gevolg heeft dat de overheid te veel mag hacken en tappen. Moet noodzakelijk zijn, subsidiair en proportioneel. Dat zijn de enige criteria voor hoeveel er getapt mag worden in dit nieuwe beleid. Het is duidelijk, deze bevoegdheden kunnen niet aan de overheid worden gegeven. Een referendum tegen deze wet moet plaatsvinden. Deze wet mag niet worden uitgevoerd. Als wij 300.000 handtekeningen verzamelen voor 31 oktober, kunnen we deze wet stoppen. Ik ben tegen referenda. Ja, ik ook, maar dat even! Ik ben ook tegen wapens. Maar als er een herdershond een baby aan het verscheuren is en er ligt een pistool, schiet ik hem ook voor zijn kop. Echt, ik haat dat gekrijs.